Dit was januari in de regio van RN7. Nadat het vuurwerkverbod weer volop werd genegeerd, moest eerst het afval daarvan worden opgeruimd. Na een mooi feest, je eigen rotzooi opruimen. Hè? Zo hebben we het daar eigenlijk met z'n allen ook geleerd. Vervolgens starten we het jaar natuurlijk met de gebruikelijke borrels. En wordt Margriet Bosma uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar. Alsjeblieft, hier is voor jou. Geef ze een heel geweldig applaus hoor. We zetten alles weer even op een rijtje en merken dat de criminaliteitscijfers enorm zijn gestegen in de Waalstad. Toch moet het uitgaansleven voortaan een stuk veiliger zijn met een nieuw convenant. En ook zal het meer gaan bruisen met twee nieuwe clubs in de stad. Op vrijdag en zaterdag verandert die kroeg gedurende de avond langzaam naar een club. We krijgen weer met de gebruikelijke januari-perikelen te maken. Hoog water in de rivieren dat eerst lijkt mee te vallen. Nee, er is zeker geen reden tot paniek. En vervolgens toch wat verder stijgt. En hoe verder het vooruit is, hoe minder nauwkeurig natuurlijk de voorspelling is. En de nodige nachtvorst zorgt voor gladde wegen, ongelukken en volop bedrijvigheid bij de DAR. En dan gaat er met een volledige strooiactie ongeveer een 50 ton strooizout doorheen. We nemen afscheid van de buurtsuper op Alverna en de frietzaken van Le Poutre. Het moment waar ik het meeste knoop van in mijn buik heb was afgelopen maandagmorgen dat ik het mijn medewerkers en zondagavond mijn medewerkers moest vertellen. En als het zo doorgaat zijn straks ook de veerpontjes verleden tijd. Nou zal het niet gelijk verdwijnen, maar die bijdrage van de provincie is voor de veerponten waar dat voor van belang is, ja, die is heel noodzakelijk. Bibliotheken nemen afscheid van het beruchte boetesysteem en de krakers van Jan Tien, die zijn weer even terug. Het collectief in totaal, ik denk zo ongeveer 20, 30 mensen of zo. Wat zal de nieuwe maand ons brengen? Op naar februari 2023.